Hallo allemaal en welkom bij deze aflevering in de serie van Bullet Journaling. Deze gaat over creatieve toepassingen en dit is deel 2. Ik ben Alita en ik maak deze serie video's in samenwerking met koster-urk.nl. En in de vorige aflevering had ik gevraagd waar jullie voorkeur naar uitging en dat was hoofdzakelijk washi tape en waterverf. En ik zal ook nog wat andere voorbeelden laten zien waar ik het toen over had. Een van de voorbeelden die ik heb gemaakt is dit. En dat is een vakantiejournal. En je moet je voorstellen, ik heb dit allemaal in aparte boekjes gedaan. Speciaal voor deze video's. Normaal gesproken zouden dit soort dingen onderdeel zijn van mijn bestaande bullet journal. Maar in dit geval, bij een vakantiejournal kun je eventueel het in een klein apart boekje of een apart schriftje doen. En dat heb ik hierin dus ook gedaan. Van een klein schriftje met van die puntjes. En ik begin dus met mijn beginpagina. En die heb ik ingekleurd. Gewoon heel eenvoudig met kleurpotlood. En met fineliner. En daarna op de volgende pagina heb ik zeg maar een soort paklijst. En die heb ik versierd met washi tape. En dit is gewoon kleine stukjes afknippen. En daarna een klein vlaggetje eruit knippen. Maar dit is dan gewoon de paklijst wat je mee gaat nemen op deze bewuste reis. Dan zou je dus een reisschema. Ik heb expres hier niet geen datums ingevuld. Maar die zou je dus ook in deze vakjes zou je de datum in kunnen vullen, wanneer je op reis gaat. En een planning wat je ongeveer wilt doen op die vakantie. En zoals je ziet, omdat dit best wel een belangrijke pagina is en dat je misschien daar vaak naartoe terug wil bladeren, heb ik op deze washi tape aangebracht. En dat zit dan ook aan de andere kant loopt het een beetje door. Ik heb dus gewoon om de pagina 1 geplakt en daardoor is het wat dikker en dan kun je die pagina heel makkelijk terugvinden in je gewone bullet journal. Nou, dan heb je bijvoorbeeld de reisdagen. Dit is dan ter versiering. Ook hier een stukje washi tape, dus dat is ook een toepassing. En tenslotte heb ik hier versieringen gemaakt. Ik heb een stukje bakpapier. Daar heb ik een aantal strookjes washi tape opgeplakt. En daarna heb ik met een pons dat in zijn geheel uitgeponst. Daarna heb ik heel voorzichtig het washi tape van het bakpapier weer afgehaald. En kon ik het in mijn bullet journal plakken. Dit is dus gewoon een rode strookje. En bij dit soort dingen moet je wel opletten. Want als je het te vaak op hetzelfde plekje plakt. Kijk, dan wordt het op dat gedeelte ook dikker. Dus het, als je misschien dan ziet, het is hier voelt, is dus ietsjes dikker nu. En dat kan wel invloed hebben op hoe dan de zijkant van je bullet journal eruit gaat zien. Maar de indeling van deze dagen is, ik heb een aantal pictogrammetjes alvast ingevuld. De belangrijkste dingen die dag gebeuren. En dan kan ik daarna kan ik opschrijven van bijvoorbeeld hoe laat we wakker werden. Wat we hebben gelezen, gezien, gegeten en gedaan. En dat heb ik dus voor elke dag. En je ziet ook elke keer het woord notes. Dus hier kan ik dan in kort een soort reisverslag maken met wat er die dag voor leuke, bijzondere dingen is gebeurd. Hier is ook weer zo'n versiering van washi tape. Ook hier dus weer strookjes op bakpapier. En daarna in één keer uitponsen. Ik heb ze hier dus wel een klein beetje overlapt. En dat is hoofdzakelijk, zodat als je het van het bakpapier afpeutert, dat het dan één geheel blijft. Hier staan alle dagen van die vakantie. Kun je op die manier alvast uitschrijven met voldoende ruimte voor eventueel iets te tekenen of iets te schrijven over die dag. Dus je hebt weer zo'n kleine versiering in de vorm van een pijl. En weer een sterretje. En overal dus diezelfde symbooltjes, zodat je van elke dag de... En hier is dus ook ruimte voor eventueel de datum of om een tekeningetje te maken van wat voor weer het was. Dus een zonnetje of wat wolken of regen. En dan kom je bijvoorbeeld aan het einde. Dan kun je bijvoorbeeld een soort kasboek van als je bij wil houden wat je op je vakantie hebt uitgegeven en waar je aan. Dat is soms wel makkelijk voor een volgende reis dat je een beetje in kunt schatten. Nou, toen heb ik zoveel aan eten uitgegeven of aan een hotel of aan souvenirs. En dan kun je op die manier dat altijd nakijken. Dus dit is een leuk idee om op die manier een soort reis- of vakantieverslag te maken. Met behulp van gewoon
kleurpotlood, washi tape en een fineliner. Dus dat is een van de voorbeelden. En andere voorbeelden zijn bijvoorbeeld leuke titelpagina's. En hier heb ik bijvoorbeeld een titelpagina gemaakt van december. En ik zal, terwijl ik dit vertel, ook wat foto's invoegen van de verschillende stappen. Ik heb hier eerst de tekening gemaakt met potlood. Daarna, toen ik tevreden was, heb ik hem overgetrokken met de fineliner. En daarna ingekleurd met behulp van aquarelpotlood. En daarna met een kwastje heb ik dan het helemaal geverfd. Ik ben geen bijzonder goede tekenaar, maar ik vind het wel leuk om gewoon een klein beetje te schetsen en te tekenen. En ik heb hier in deze pagina geprobeerd wat verschillende elementen van de decembermaand samen te voegen. Met Sinterklaas, cadeautjes, kerstversiering, kerstboom en ook het kerstfeest. En op een andere manier kun je dus ook de titelpagina doen. Nou, ik had nog een voorbeeld had ik gemaakt. En die is iets anders. Wel dezelfde methode, en ook hier zal ik ondertussen wat foto's invoegen. Dus eerst geschetst met potlood, daarna overgetrokken met pen en ingekleurd met aquarelpotloden. En hier heb ik dus twee verschillende lettertypes gebruikt. Ik heb hier ook de letters zelf ingekleurd. In dit gedeelte is heel veel oppervlakte voor aquarel. En je ziet dus dat deze pagina ook ietsjes meer is gaan bobbelen. Maar ik vind het nog wel een heel leuk effect. Ook een kleine video gemaakt over hoe ik dat heb gedaan. En dat is hoe ik deze pagina heb gemaakt. Dit is dan bijvoorbeeld een weekpagina met wat versiering. Met aquarel potlood. En die zal ik nu invoegen. Hierbij een voorbeeldje waarbij ik aquarel potlood erin ga kleuren. Ik heb de basis getekend met een micronpen. Die is namelijk waterbestendig. Dus je kunt daarna met waterverf eroverheen zonder dat het uitvlekt. De inkt moet dan uiteraard wel droog zijn. Als de inkt nog nat is, zal het wel uitvlekken. Maar ik heb dus alles eerst met de fineliner getekend. Daarna heb ik het ingekleurd met een aquarel potlood. En nu ga ik je kunt met een gewone kwast met een beetje water. Maar je hebt ook speciale waterkwasten van verschillende merken. En nu ga ik dus gewoon over het aquarel potlood heen. Het voordeel bij aquarel potlood vind ik dat je de kleur dekking kun je beter bepalen. En ook de hoeveelheid water kun je wat beter reguleren. In tegenstelling tot bijvoorbeeld gewone waterverf. Ik heb bijvoorbeeld extra potlood heb ik ook hier aan de randen aangebracht. Waardoor daar automatisch wat meer kleur is en wat donkerder wordt. Nou, deze heb ik nu allemaal al ingekleurd. Nu pak ik bijvoorbeeld de blaadjes. Ook hier heb ik de middenlijn iets donkerder gemaakt. En daardoor kun je de kleur mooi wat donkerder en wat lichter over het blaadje krijgen. Dit is een hele leuke en eenvoudige manier om wat extra kleur in je pagina te krijgen. Hier bijvoorbeeld de kerstboom. Hier bijvoorbeeld eerst de lichtjes. En dan de kerstballen. Je kunt ook een doekje naast je werk leggen waar je dan elke keer je kwast aan afveegt als je echt wisselt van een hele extreme kleur naar een andere kleur. Nu ga ik bijvoorbeeld de onderkant. Nu veeg ik hem echt eventjes af. En nu pak ik de boom zelf. Die heeft de meeste oppervlakte. Dus het kan zijn dat je papier, als het wat dunner is, dat het op dit gedeelte een beetje gaat bobbelen. Je ziet dat ik duidelijk een donkere lijn heb gedaan. Dus die ga ik een klein beetje naar binnen trekken. En des te meer je over een stukje heen gaat en des te meer water je gebruikt, des te meer kans heb je dus dat je papier gaat bobbelen. En als je echt heel ruw of heel veel eroverheen gaat, kan het papier ook scheuren
Omdat het gewoon papier is en niet speciaal aquarelpapier. Maar als je net als nu gewoon heel voorzichtig eroverheen gaat. En je gebruikt niet al te veel water. En je bent ook voorzichtig met hoe hard je drukt en hoeveel keer je over één plekje heen gaat. Dan komt het helemaal goed. En als ik nu de achterkant bekijk, dan zie je dat het dus eigenlijk praktisch niet doorschijnt. Dus aquarelpotlood in combinatie met een kastje met wat water, kun je een heel leuk effect mee krijgen. Maar dit is dus aquarelpotlood. Heel veel leuke toepassingen en ook weinig middelen heb je ervoor nodig. Ik had het er ook over gehad dat ik wilde laten zien hoe je een soort pagina kunt maken dat je je stemming of humeur bij kunt houden voor een maand. En dat er hele leuke manieren zijn om die te laten zien. En hier heb ik bijvoorbeeld eentje met ballonnen. Dus elke ballon heeft een nummer erin van de dag van de maand. En hier heb je bijvoorbeeld een soort legenda. Je kunt dan zelf invullen wat je belangrijk vindt voor stemming. Ik heb hier bijvoorbeeld blij, verdrietig, sowieso. Van nou, kan beter, kan slechter. Of dat je moe bent. Of dat je druk had. Of juist heel rustig. Je kunt net zoveel kleurtjes hieraan toekennen als je wilt. En er kunnen ook allemaal verschillende kleuren zijn. Vooral bij een trekker zoals dit. Of dat je dus... Het wordt dan echt maar een heel fleurig resultaat. Of als je altijd blij bent, dan heb je allemaal rode ballonnetjes. Maar het kan ook zijn dat er een groene of een oranje tussendoor komt. Maar op die manier kun je in één oogopslag zien hoe je stemming die maand was. Een andere manier is bijvoorbeeld een bloem. En elk blaadje is in dit geval dan dus een dag. En bij een moedtrekker zoals dit vind ik het zelf wel mooi als je dan kleuren kiest die een klein beetje in dezelfde familie zitten, zodat je eindresultaat ook heel mooi bij elkaar past. En zo'n bloem maken is eigenlijk heel eenvoudig, dat zal ik ook even laten zien. Dus om zo'n bloem te maken, dan begin je eigenlijk door het maken van een soort G-vorm. En daarna trek je het uiteinde naar beneden. Dat is zeg maar je begin. En dan deze trek je ook dicht. Daarna maak je een soort kelkje eraan vast. En nu ga je zeg maar allemaal kleine bloemblaadjes ga je tekenen. En die blaadjes die laat je verspringen. En die maak je ook elke keer, elke laag, een stukje groter. En je blijft zeg maar verspringen. En hoeveel blaadjes je nodig hebt, dat hangt een klein beetje af van de maand. Dus dan kun je bijvoorbeeld hier beginnen met alvast nummertjes te maken. 1 en 2 en 3. En zo ga je hem doornummeren. Totdat je de bloem helemaal compleet hebt en je genoeg dagen hebt. Dat was hoe je dus op een eenvoudige manier een moedtrekker kunt maken. En dan wilde ik ook laten zien hoe je andere dingen bij kunt houden. Dit is bijvoorbeeld een spaardoel waarbij je gewoon je wil bijvoorbeeld €500 sparen. Nou, een leuk tekeningetje bij, gewoon met potlood ingekleurd. En dan heb ik allemaal kleine vakjes. En elke keer als je €20 hebt gespaard, dan kleurt je een vakje in. En aan het einde heb je je doel bereikt. Dit kun je ook andersom doen. Stel je hebt bijvoorbeeld een lening van €1000. Dan kun je ook elke keer als je iets afgelost hebt. Kun je dat ook op die manier kun je dat aangeven. Een andere leuke toepassing is budget. En dit is een beetje een samenvatting pagina met verschillende manieren waarop je dat kunt doen. Sowieso met leuke versieringen. En dan bijvoorbeeld aan de linkerkant wat er inkomt en wat er uitkomt. Maar dat is niet de meest praktische, want bij de meeste mensen zal wat erin komt maar een paar regeltjes zijn en wat eruit gaat redelijk wat. Dus dan kun je misschien beter een per week, dat je zegt van nou deze week komt er dit binnen, dit gaat eruit. En dan aan het eind hoeveel er dan over is, op bijvoorbeeld je rekening of in totaal. Of je kunt zeggen ik doe geschat versus de werkelijkheid. Ik heb bijvoorbeeld voor een bepaalde periode €100 geschat, maar dat waren er 105.
Of ik wou voor 20 euro cadeaus het geven, maar dat was 15. En je heeft dan nog een kolom toegevoegd voor wat het verschil dan was. En dan kun je aan het eind goed zien of je daadwerkelijk aan een budget hebt gehouden. Wat ik zelf vaak bijhoud is mijn kasgeld, mijn contantengeld. En dan heb je bijvoorbeeld, je hebt iets uitgegeven bij een winkel en nog iets bij een winkel. En je hebt iets uitgegeven aan een cadeau. En dan aan het eind van die dag of die week heb je dat nog in je portemonnee. En dan kun je ook in toevoegen kasopnames, bankopnames bij de geldautomaat. Dus ik heb bijvoorbeeld een aantal dingen uitgegeven bij een winkel. Ik was een avondje uit, maar ik heb ook weer geld opgenomen. En dan zie je ook dat hier een plus staat. En aan het eind heb je dan bijvoorbeeld zoveel over. Dus dit is de methode die ik zelf gebruik. En dan ook een klein beetje in de gaten van hoeveel geld ik uitgeef. Contant, kijk, want andere dingen kun je heel makkelijk bijhouden met behulp van je bankafschrift. En juist het contantengeld, dat kan nog wel eens verdwijnen tussen de scheuren. Dus daarmee besloten om mezelf dat bij te gaan houden. Dat doe ik dan op deze wijze. En dat is ook handig als je bijvoorbeeld heel vaak naar beurzen of evenementen gaat. Dat je van tevoren opschrijft, nou ik heb dit bedrag mee en ik heb dit uitgegeven. En dan kun je ook een beetje voor jezelf plannen als je weer naar zo'n beurs of evenement gaat. Hoeveel geld je dan ongeveer nodig hebt. Dus budget. En dan had ik hier ook nog een goede gewoontetrekker. We hadden net eventjes over trekkers. Dit is er ook eentje. En die werkt met verschillende kleurtjes. En dan heb je alle dagen van de maand staan hier bijvoorbeeld aangegeven. En dan kun je hierin voelen wat dan de goede gewoonte van die periode was. Bijvoorbeeld geen snacks, iets meer sporten, genoeg water drinken, creatief bezig zijn, lezen, opruimen. Noem maar op, net wat jij wilt. Het kan van alles zijn. Dat kan bijvoorbeeld hardlopen zijn, of het kan, van alles kan het in ieder geval zijn. En dan kun je per dag aangeven of je dat hebt gedaan. En dan kun je in één oogopslag zien hoe je goede gewoonten waren die maand. Als je bijvoorbeeld stoppen wil met roken, kun je dat bijvoorbeeld ook invullen. Dus noem maar op. En dit is dan eigenlijk echt gewoon een maandoverzicht. Je hebt hier de belangrijkste taken en je hebt hier de belangrijkste data van die maand. Je hebt een klein overzicht met een kalendertje. En tenslotte heb je hier ook nog bijvoorbeeld de taken van die maand. Die niet gebonden zijn aan een datum. Maar die je wel graag deze maand uit wil voeren. Dus een goede gewoonte tracker. En alle data en taken kun je in principe in één pagina op die manier kwijt. Dan tenslotte had ik nog een leuk voorbeeld van dat washi tape. Ik had het er net in dat dagboekje voor de reis. Maar het is ook heel handig als je dus een to-do pagina, een takenlijst voor de hele maand hebt. Of voor een hele periode. Dat je die dan ook op die manier eigenlijk een kleurtje geeft. En ook iets verdikt. Waardoor je de pagina echt heel makkelijk terug kunt vinden in je bullet journal. Zonder dat er ontzettend veel uit gaat steken. Je ziet ook aan de zijkant meteen al dat hier iets aan de hand is. En hier kun je dus op in verschillende categorieën. Ik heb bijvoorbeeld de categorie van projecten die ik af wil maken voor mezelf. Voor anderen. Creatieve projecten die ik uit wil schrijven. Maar ook dingen die ik met video's wil maken. En deze heb ik gewoon ingekleurd met fineliner en kleurpotlood. En dus een klein beetje washi tape. Dit waren dus een aantal voorbeelden van pagina's en technieken die je op een creatieve manier kunt verwerken in je bullet journal. Als je nu nog andere leuke pagina's uitgewerkt wil zien of je wil meer voorbeelden zien van bijvoorbeeld maandoverzichten, weekoverzichten of dagelijkse pagina's, laat dan een opmerking hieronder achter en dan kan ik die in een volgende aflevering verwerken. Ten slotte heb ik nog een hele leuke giveaway in samenwerking met koster-urk.nl. En dat is dit leuke tijdschrift wat nu op de markt is gekomen. Het is van de makers van Creatieve Letters. Maar dit is dus specifiek toegepast op bullet journaling. En dit is het eerste nummer. En er staan heel veel leuke voorbeelden in, materialen. Ook heel veel over weekplanners, maandplanners. En het sluit dus heel erg leuk aan bij deze aflevering, want ook hier staan leuke voorbeelden in van verschillende manieren om dingen te tracken, habits, goede gewoontes.
En ook andere voorbeelden van mood trackers. En er zitten ook leuke oefenpagina's in. Van overzichten, letters maken, mooie letters maken, versieringen, noem maar op. En ik mag dit blad weggeven. Wil je dus kans maken op dit leuke tijdschrift? Laat het dan weten in de opmerking en zeg erin dat je mee wil doen met de giveaway. En dan over ongeveer 1 à 2 weken bij de volgende aflevering maak ik de winnaar bekend. En laat me vooral ook weten in de opmerkingen wat je dan graag terug wilt zien in de volgende aflevering. Ik zal zelf natuurlijk ook van alles voorbereiden, maar ik hou ook heel graag rekening met wat jullie terug willen zien. Dus ontzettend bedankt voor het kijken en tot de volgende aflevering.